Goedenavond allemaal. Ouders en misschien wel studiekiezers en studenten die meekijken. Hartstikke welkom vanavond. We gaan vanavond praten over ondersteuningvragen. Ondersteuningvragen als je studeert op een hogeschool of een universiteit. En eigenlijk heeft haast elke student dat een keertje nodig. Dat is wel een beetje gek natuurlijk, want op de middelbare school is dat allemaal vanzelfsprekend. In het hoger onderwijs niet hoor. Ik zal er vanavond iets over vertellen, maar vooral Siri en Stijn gaan hier vanavond over praten. En ik zou jullie willen vragen, zou je jezelf voor willen stellen? Tuurlijk, ik zal even beginnen. Nou, mijn naam is Siri. Ik ben nu een tijdje al afgestudeerd, een paar maanden. Ik heb in Wageningen gestudeerd, waar ik mijn bachelor als wel mijn masters heb gedaan in consumentenwetenschappen en food quality. Momenteel woon ik niet meer in Wageningen, maar in Nijmegen. Oké, goed. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het je allemaal vergaan is zo direct na je studie en hoe je erop terugkijkt natuurlijk. Ja. En jij, Stijn? Ja, goedenavond allemaal. Ik ben Stijn. Ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Groningen. Ik studeer nu bestuurskunde in Nijmegen. Oh, daar ben je een heel eind afgezakt. Ja, ik ben heel eind afgezakt. Ja. Maar het bevalt me prima hoor. Ik vind het een leuke stad. Ja. En ik doe ook psychologie erbij, want ik ben nog steeds eigenlijk een beetje aan het kijken wat ik leuk vind. Ja. Want eerder, dat is misschien wel leuk, ik ben ook een keer geswitcht van studie. Ja. Ik heb een half jaar biologie gestudeerd in Groningen ook. Maar dat bleek dus niet de juiste keuze te zijn. Ja. Nou, wat grappig. Ik praat dus nu met twee jonge mensen die allebei eigenlijk hun studie een beetje op maat hebben gemaakt. Want dat heb jij ook gedaan. Zeker, hè? Ja. Nou, interessant. Ik wil er graag alles over horen. Ik ben Hermien Miltenburg. Ik ben docent op een hbo. Ik heb ook veel les gegeven op universiteiten. Ik ben ook moeder van drie kinderen. Toen mijn kinderen studiekiezer waren en net begonnen met studeren, toen vond ik het echt heel lastig om mijn eigen houding daarbij te bepalen. Ik wist natuurlijk als moeder heel goed dat jonge mensen het vooral zelf moeten doen, maar ik ben ook een beetje een klok hoor. Ik wil ook wel graag dat mijn kinderen gelukkig zijn. Dus daar een evenwicht in zoeken vond ik lastig. En ik merkte dat een hoop ouders dat lastig vonden. Toen heb ik subsidie gevraagd aan Wageningen Universiteit om een aantal dingen te maken. En die dingen die ik gemaakt heb, die zie je nu op het scherm. Ik schrijf een blog voor ouders, studiekeuzekind.nl. Ik onderhoud een Facebookgroep voor ouders. Daar zitten ondertussen zo'n 2000 ouders op, zeg. En die geven elkaar ook tips en geven adressen door en helpen elkaar. Dus er is ook een soort ouders helpen ouders aan het ontstaan. Dat vind ik erg leuk, want ik miste dat erg hoor. Mm-hmm. Toen ik 10 jaar geleden zo met mijn kinderen aan het worstelen was. Ik geef hierbij ook mijn contactadres en mijn telefoonnummer. Ouders kunnen mij benaderen als ze advies willen hebben of van alles en nog wat. Dat hoeft niet te gaan over Wageningen, dat mag gaan over hbo's of universiteiten. En ik zal proberen iedereen zoveel mogelijk te adviseren. Deze presentatie krijgt u toegestuurd. In de presentatie staan er een aantal verdiepende links, ook naar het blog of naar andere interessante dingen. En iedere maand mag ik een webinar geven. Dit webinar gaat dan over ondersteuning vragen. Volgende webinar gaat over wat als je twijfelt over je studiekeuze of zelfs wil stoppen. Want als het met die ondersteuningvragen niet de goede kant op gaat, is dat helaas een stap die sommige studenten willen zetten. Soms ten onrechte hoor. Maar laten we ons nu concentreren op hoe het gaat over ondersteuningvragen. Siri, hoe was dat voor jou om ondersteuning te vragen? Ik heb voornamelijk ondersteuning gevraagd, want ik heb dyslexie. Mm-hmm. En op de middelbare school kreeg ik daar in ieder geval altijd best wel veel begeleiding bij. En als je ergens hulp bij nodig hebt, dan werd dat allemaal voor je geregeld. Maar op de universiteit moet je dat zelf natuurlijk even aangeven. En dan moet je daar ondersteuning bij aanvragen. Ja, je zegt nou even aangeven. Mm-hmm. Ja, het is in principe was het niet heel veel werk. Maar je moet even de juiste contactgegevens weten en naar wie je het moet sturen. En dan regelt de universiteit heel veel in mijn geval voor je. Maar het is wel zelf aan jezelf dat je constant bij ieder vak moest ik aangeven dat ik bijvoorbeeld extra tijd of iets dergelijks wilde. Ja. Dus en daar helpen ze je graag mee, maar je moet het wel even. Je moet wel zelf doen. Even navragen, ja. Ja, en dan heb je, je hebt er zelf het profijt bij als je het doet. Dus. Ja.
Nou ja, ik ben heel benieuwd naar hoe je zover gekomen bent dat je dat ook zo open en vrij kunt vertellen. Dus, maar dat komt vast wel in de loop van dit uurtje. En jij, Stijn? Ja, ik heb net zoals Siri ook hulp gezocht voor het... In eerste instantie bij biologie ben ik toen naar een studieadviseur gegaan, omdat ik gewoon niet helemaal op mijn plek zat. Je bent begonnen met biologie studeren? Ja, okay. Ik had ook een achtergrond met NG en natuurkunde en zo. En ik zat daar gewoon niet zo op mijn plek. En ik ben er dus mee begonnen dat ik uitgeloot was voor geneeskunde 2 keer. Ja, dus dat was eigenlijk je droom. Ik wil dokter worden. Ja, ja. Ja, dat is toch heel die vaak. Die viel een klein beetje in het water, helaas. Ja. Maar ik zit dus nu bij bestuurskunde en ik merk dus terug. Ja. Uit de tijd toen je dokter wou worden. Ja. Heb je toen ook nagedacht over een alternatief? Nou nee, daar is het denk ik ook. Als ik nu terugkijk, is het jammer dat ik dat niet eerder heb gedaan. Ja. Dat had ik veel eerder willen doen. Ja. Ik wist niet zo goed wat mijn kwaliteiten waren, hoe ik ze kon inzetten. Ja, ja, en ja. Dat is waarschijnlijk ook de reden geweest dat ik heb gedacht, dit past niet meer bij je en waarom ik ook hulp heb gezocht. Ja. Nu is het wel zo dat je dus ook zelf moet vragen, want dat had ik zelf. Ik zat er dan bij die studieadviseur en volgens mij kenden ze ook niet zo goed mij als student. Dus je moet wel doorvragen ook. Je moet doorvragen. Hè? Ja. Ja. En dan is het lastig om te zeggen, is het dat je het te moeilijk vindt of vind je het niet leuk? Of op wat voor manier zit je met het gevoel en daar moet je achterkomen. Ja. Ja. Dus dat heeft wel even geduurd. Ja. Maar daar had ik de tijd voor, want ik had een half jaar dat ik geen studie meer deed. Ja, ja. Dus dan kon je ook heel goed nadenken over jezelf en wat je eigenlijk wou. En, Dus toen heb ik online vooral, want het was toen corona. Ja. Toen ben ik gaan kijken wat ik heel fijn vind om te doen. Ik werkte in een supermarkt en ik gaf voetbaltraining altijd, dat vond ik heel leuk. En via die weg ben ik achtergekomen dat ik dat sowieso iets moet doen met mensen. Dat vind ik leuk. Nou, dan ben je al een elend als je dat weet. Ja, toch? Ja. Ja. Maar dat heeft wel eventjes geduurd. Mm-hmm. Dat was niet van één dag op de andere dag. Maar dat is ook helemaal niet erg natuurlijk, hè? Maar ik merk aan jullie allebei, misschien ben je er helemaal niet zo van bewust hoor, maar een middelbare scholier is zo gewend dat er iedere week op hem gelet wordt, dat ouders op hem letten. En jullie vertellen eigenlijk allebei heel duidelijk van, maar ik ben zelf mijn weg gaan zoeken. Mm-hmm. Ja, dat is... Daar denk je niet echt meer aan. Dat denk je niet meer aan. Lang... Nee, maar die overgang is zo groot. En ik wil nu graag iets vertellen over hoe het hoger onderwijssysteem in elkaar zit. Om een beetje beeld te geven van hoe jullie zoektocht gegaan is. Nou, het hoger onderwijs, dus er zijn best wel veel opleidingen natuurlijk. Maar ook meerdere soorten opleidingen. Maar de 2 belangrijkste soorten opleidingen zijn de bacheloropleidingen. En die zie je hier op deze dia. De linker kolom is een bacheloropleiding op hbo-niveau. Die duurt 4 jaar, leidt je op tot de arbeidsmarkt. Zit veel stage in. Een bacheloropleiding. Maar er is nog een bacheloropleiding. Dat is de rechter bacheloropleiding. Die duurt 3 jaar. Dat is de bacheloropleiding op de universiteit. Die is vooral theoretisch. Duurt 3 jaar. En na die 3-jarige bachelor kun je gaan werken. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Om een complete universitaire opleiding af te ronden, moet je daarna nog een master gaan doen. En die duurt 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar afhankelijk van je onderwerp. En was jij doorgegaan met biologie, dan was jouw master 2 jaar geweest. Ga je bestuurskunde doen, dan is jouw master 1 jaar. En nou ja, dit lijkt nog heel simpel, maar de praktijk is een stuk gecompliceerder. Het eerste jaar is allemaal nog behoorlijk geregeld voor je. Dan heb je een vast programma, basisprogramma. Er zijn nog wel eens studenten die naar de eerste leerjaar hbo gaan, die zeggen van nou, lijkt wel of ik op 6 HAVO zit. En datzelfde hoor ik dan van de eerstejaars op de universiteit, lijkt wel of ik op 7 VWO zit. Herkennen jullie dat trouwens? Ja. Een beetje. Ja, een beetje. Ja. Het is al een tijdje geleden, maar vaak kan ik me nog wel herinneren dat je inderdaad de eerste vakken waren ook al ingeschreven voor je. Ja, daar hoef je allemaal niks aan te doen. Het werd allemaal aan je uitgelegd hoe je natuurlijk alles moest doen. Wat ook logisch is, want je weet ook niet hoe dat moet. Nee, precies. Maar dat was inderdaad wel. Er werd veel voor je geregeld in het eerste jaar. Ja, nou ja, dat verandert heel snel. Dat verdwijnt allemaal dat regelen. Dat eerste jaar is ook evengoed best een lastig jaar hoor. Omdat je dan ook zo'n opgelegd vakkenpakket krijgt. Daarna in je 2e jaar, dus op het hbo zou en op de universiteit. En zeker als je verder komt, is er steeds meer vrije keuze. Kun je steeds meer je eigen weg gaan zoeken. En op zich is dat natuurlijk hartstikke goed. En heel fijn. Maar tegelijkertijd ook lastig. Ja, ben ik wel met je eens. Want wat ik zelf had, is inderdaad
Het eerste jaar was voor mij ook wel een veredelde VWO. Omdat je inleidende vakken hebt. Je leert bijvoorbeeld academisch schrijven. Maar je wilt bezig zijn, dat had ik zelf, met bestuurskunde. Ja, want dat is je doel. Dat was je ideaal. Ja. Ja. En dan leer je academisch schrijven. Of hoe moet je nou onderzoek doen? Dus dat vond ik niet altijd leuk. Maar nu heb ik wel dat ik denk, ja, daar heb je wel wat aan gehad. Ik weet niet of jij dat ook had. Maar... Ja, zeker. Ja. Ja, ook al die academische vakken. Ja, dat is even wennen. En je denkt soms ook, nou, is dit echt zo nodig? Maar ja, het is wel echt nodig. Ja. Ja. Maar bosjes, studenten twijfelen in dat eerste jaar aan hun studiekeuze. En zeker nu in coronatijd. Ik heb af en toe echt wel medelijden, hoor, met die studenten nu. Want, nou ja, weet je, als je normaal op de campus rondloopt en je twijfelt aan je studiekeuze of je ziet het even niet zitten, allicht dat je een ouderejaars student tegenkomt en die zegt dan tegen je van, ja, ik snap dat je baalt van academisch schrijven of statistiek of inleiding in de wetenschap of bla bla, maar volgend jaar, en dan wordt het perspectiefje geschetst, hè, dan zie je wat voor toekomst er voor je ligt. Maar nu is dat allemaal, ja, papierwerk. Je doet het in je eentje. Ja. Ja, je kan ook niet medestudenten gewoon even... Nou, het kan wel, maar iets minder gebruiken. Een stuk lastiger. Ja, ja, veel lastiger. En om dat vakkenpakket samen te stellen zoals jij het graag wil... daarvoor is het gewoon hartstikke fijn en heel belangrijk... om op tijd naar je studieadviseur te gaan. Je hebt zeker ook advies nodig als het heel erg goed gaat... op het hbo of de universiteit. Op de universiteit heet zo iemand studieadviseur... Op het hbo meestal studieloopbaanbegeleider. Maar nou ja, ik heb hier een paar dingen opgeschreven. Ik denk dat jullie wel mee kunnen kijken. Mm-hmm. Waar een studieadviseur of een studieloopbaanbegeleider bij kan helpen. Zit hier iets tussen waarvan je zegt van nou, daar heb ik zelf mee te maken gehad? Bij mij wel. Ja, ja? Nou, sowieso de dubbele bachelor. Ik wist niet zo goed wat ik wilde gaan doen met mijn... studie bestuurskunde, aangezien ik een heel andere achtergrond heb. Ja. En ik dacht bij mezelf, ja, dat is allemaal wel heel leuk en aardig. Maar gooi ik dan zomaar mijn middelbare schoolachtergrond in het water? Ja. En dat wilde ik dus ook niet doen. Ja. Dus ik ben naar mijn studieadviseur gegaan. Ik heb meegedaan een selectie voor psychologie ook. Ja. En een dubbele bachelor kan best wel veel zijn. Ja. Maar ik heb wel met de studieadviseur gekeken naar welke vakken vind ik dan leuk. Hoe zorg ik ervoor dat ik bijvoorbeeld een BSA haal voor psychologie? Want dan word je daar uitgegooid. Mm-hmm. En, dus daar ben ik mee om de tafel gegaan. En nu heb ik daar een samenstelling... Ja, heb ik een mooi vakpakket samengesteld. Ja. Ook met mijn studieadviseur. Waarbij ik ook zie dat die vakken zo leuk op elkaar sluiten. Dus dat maakt het eigenlijk wel leuker. Een bredere opleiding voor mijn gevoel. Ja, mooi. Ja. Nou, dan wil ik toch nog weer iets uitleggen over de vorige dia. Ja, zei van, ik doe een dubbele bachelor. Nou, je kan... Je hebt de bacheloropleiding en die kun je gewoon volgen. En in principe zou je daarna nog een bacheloropleiding kunnen volgen. Je zou eerst bestuurskunde kunnen doen en dan psychologie. Maar dat is niet verstandig, want je krijgt namelijk maar één keer korting op je collegegeld. In Nederland betaal je maximaal op dit moment 2143 euro collegegeld. Maar heb je één keer een bachelor gehaald en wil je dan nog een bachelor doen, dan moet je de werkelijke kosten gaan betalen van de studie. En die zouden in jouw geval neerkomen op 10.000 euro collegegeld. Dus, een stuk meer. Zou zonde zijn. Was je daarvan bewust toen je dat zo? Ja? Ik heb het opgezocht. Ik heb het wel moeten opzoeken. Ja. En mijn studieadviseur die heeft het ook nog benoemd. Ja. Dus, heb je het gevoel van nou, deze opleiding is er niet helemaal. Ik wil het combineren met iets anders en dan kan ik best staan. Doen we dan tegelijkertijd. Ga niet eerst het ene afmaken en dan nog een ander doen, want dat is hartstikke duur. En universiteit, hè, universeel. HBO geldt precies hetzelfde voor. Wij willen ook heel graag als onderwijsgevende dat jullie je zo breed mogelijk... ontwikkelen, dat je zoveel mogelijk erbij doet en dat je probeert een lesprogramma samen te stellen, dat je echt vooruit kunt met je talenten en je capaciteiten. Jij zit zo te knikken, dat is niet voor niks natuurlijk. Hè? Nee, ik merkte het ook wel dat mijn studieadviseur me graag hielp en ik heb een beetje hetzelfde gehad, maar dan met mijn master, dat ik een dubbele master combineerde en dat is gewoon een beetje... passen en meten hoe je dat kan doen, omdat je natuurlijk geen uitloop wil, want dan betaal je natuurlijk ook meer collegegeld weer. En zij heeft dat voor mij, samen met mij, volledig uitgestippeld en uitgeschreven en daardoor paste het perfect. Dus, en zelf denk ik niet dat ik zo alles had kunnen
organiseren. Want dat is echt best wel een klus om dat te doen. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja, ja, heel goed. Het één ding is niet helemaal waar wat je zegt. Als je uitloop hebt, betaal ik ook meer collegegeld. Dat is niet zo. Nee, ik bedoel... Maar dat bedoel je misschien ook niet zo, ik bedoel op het moment dat ik bijvoorbeeld... klaar zijn in de zomer, dan betaal ik voor dat jaar het college en anders moet ik een maand extra. Dat bedoel ik met zonde. Ja. Nee, maar omdat er ook sprake is van geweest dat als je langer studeert, dat je dan meer moet gaan betalen. Oh, ja, nee, dat maar dat is gelukkig helemaal, helemaal van de baan. Ja. Nou ja, jullie zijn echt voorbeelden van wat wij vanuit de onderwijswereld graag willen dat een student doet. Ontdekken wat er interessant is en daar ook gebruik van maken. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat niet alle universiteiten en hbo's zo goed helpen als jullie beide blijkbaar hulp gehad hebben. Daar zitten zeker wel kwaliteitsverschillen in. Dus aan ouders en studiekiezers en ook studenten raad ik wel aan... van zoek dat uit, hoeveel mogelijkheden er zijn om je studie te verbreden of te verzwaren... of extra vakken te doen als je dat nodig vindt en als dat je geluk brengt. En ik vind het een compliment aan allebei jullie universiteiten dat dat bij jullie zo goed gegaan is. Als het wat minder goed gaat, als je twijfelt aan je studie en je hebt advies nodig... ja, dan is het zeker nuttig om naar je studieadviseur te gaan. Heeft een van jullie ervaringen met een van die punten die nu op de dia te zien zijn? Ik kan al beginnen. Ja, ik heb toen ik dus die dubbele master volgde, dacht ik na een tijdje wel... van nou, misschien één is ook genoeg. Ik wist vooral... lang niet wat ik precies wilde studeren en wat ik uiteindelijk wilde worden en welke richting ik opging. Maar mijn studieadviseur zei gewoon, laat je gewoon ingeschreven en je kan altijd nog later beslissen of je het nou wel of niet wil doen. Want de vakken hadden heel veel overlap, dus het was allemaal geen probleem. En uiteindelijk denk ik dat zij wist ook wel dat, uiteindelijk wilde ik het wel doen, maar het is gewoon even in je hoofd... sommige keuzes als zo'n master thesis, ja, die moet je dan nog een keer schrijven daar. Master thesis, een werkstuk wat je doet om je master af te ronden. Precies. Ja, dat is gewoon een opgave. Ja. Ik vind het trouwens wel heel knap dat je überhaupt nadenkt over een dubbele master als je dyslexie hebt. Ja, op zich. Ik weet ook niet hoe het is als je geen dyslexie hebt. Nee, natuurlijk niet. Maar nee. Ik merk wel dat studenten die echt gemotiveerd zijn, ook al is er iets van een belemmering of een beperking, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Als je echt gemotiveerd bent, echt wil werken, en jij bent er het voorbeeld van, dan komt dat wel goed. Maar ik denk dat je ook met je dyslexie naar de studieadviseur bent gegaan. Hè? Ja, zeker. Ik heb het met haar wel eens over gehad. En voor mij ging het gewoon heel goed. En ik had... Ja, ik bedoel, je hebt wel dingen waar je merkt dat ik lees wat langzamer en ik maak wat meer spelfouten. En daar word je dan ook in gecompenseerd. En dat is uiteindelijk helemaal niet vervelend. En met compensatie bedoel ik, je krijgt wat meer tijd. En er zijn genoeg mensen die even je stukken nalezen. En het is niet een heel groot probleem voor mij uiteindelijk. Maar mijn studieadviseur wilde daar wel even bij stilstaan. Want als het wel gewoon echt een probleem voor iemand is, dan is het fijn als je daar begeleiding voor krijgt. Ja. En zodoende stuurden ze mij wel eens andere studenten. Dan ging ik een koffietje drinken met iemand die bijvoorbeeld ook dyslexie had. Oh, wat leuk. Ja, en dus dan praten we jouw studieadviseur bracht jou in gesprek, in contact met andere mensen die hetzelfde soort... Nou, dat is hartstikke leuk, joh. Ja, die dan bijvoorbeeld, dan zat ik in mijn vierde jaar of mijn eerste jaar van mijn master. En dan kwam er een eerstejaarsstudent en dan ging ik even met haar kletsen hoe je het allemaal zou kunnen inrichten. Ja. Dus dat was wel goed geregeld. Ja, nou, supergoed. Leuk. Ja, leuk dat het zo persoonlijk is gegaan. Ja. Maar ik ben wel benieuwd. Als je dan bijvoorbeeld in de collegezaal last had gehad met bijvoorbeeld die powerpoints die je dan hebt. Mm-hmm. Had je daar dan ook hulp voor kunnen krijgen? Of Heb je daar überhaupt last van? Ik denk dat ik iets langzamer... dat lijkt me wel. Iets langzamer de powerpoint slides lees. En ik heb zelf wel een programma ook op mijn laptop wat me ook wel heel erg heeft geholpen. Dat ik bijvoorbeeld powerpoints, maar ook teksten kan inscannen en dan leest hij het voor me voor. Oh, dus dan leest hij met me mee, dus hij laat zo zien waar je leest en hoe je leest en op welk tempo, mag je allemaal zelf aangeven. En dan, zodra ik het hoor, dan lees ik het woord ook goed. En als ik het niet hoor, dan lees ik soms andere dingen dan die er staan. Dus dat programma heb ik mijn ouders voor mij aangeschaft.
Dus, ja, dat is wel echt handig. Ja, handig, hè? Ja, dat zijn natuurlijk technische hulpmiddelen. Mm-hmm. En op de universiteit en de hogeschool weten de mensen dat ook. Je hebt geluk dat je ouders het wisten, hartstikke fijn. Ja. Maar op de universiteit zijn er ook een hoop, en ook op de hogeschool, op deskundige mensen die op de hoogte zijn van al die dingen. Tegen mij zeggen mijn collega's altijd tegen me van studiekiezers, het is heel fijn als ze voor ze gaan studeren al contact zoeken met hun studieadviseur of studieloopbaanbegeleider, dat ze al voor de studie begint, als ze problemen verwachten of belemmeringen verwachten, kunnen praten over wat er kan. Want er kan ontzettend veel, maar nou ja, ik heb het al een paar keer gezegd, je moet als student zelf de regie nemen. En ik bedoel nu ook echt letterlijk de student. Ik word, dat is ook mijn functie, vaak opgebeld door ouders die echt zorgen hebben over hun kind. Ben ik blij om hoor. Kan ze ook meestal echt wel een stukje verder helpen. Maar het is de student die contact moet zoeken met de hulptroepen. Het is niet zo dat ouders contact mogen opnemen met het hbo of de universiteit. En dat heeft niks te maken met de leeftijd van de student. Als je een HAVO of een VWO-diploma hebt afgerond, dan geld je voor de onderwijswereld als volwassen. Al ben je 14, bij wijze van spreken, dan nog is het niet de bedoeling dat een moeder opbelt van, kom mijn kind wel op school of mijn kind zit niet lekker in het vel. Dat moet je als ouder echt loslaten. Ja, jullie zijn natuurlijk geen ouder, maar ik wel. En dat is echt niet makkelijk hoor, als je gewoon ziet dat het niet goed gaat met je kind en je kunt eigenlijk niks doen. En wat ik dan aan ouders probeer aan te geven, is van je kunt wel degelijk iets doen. Je kunt proberen zolang je kind nog op de middelbare school zit, in ieder geval erover te praten hoe krachtig het is als je hulp zoekt. Als je zelf de regie neemt. Als je echt leert om op pad te gaan, om je kwetsbaarheid te laten zien en dat je iets wil. Of ook te laten zien dat het gewoon hartstikke goed met je gaat en dat je meer wil en dat je verder wil. Ook dat is krachtig als je dat doet. Ja. Wat doet de studieadviseur? Nou, als er iets is, dan is de studieadviseur altijd je eerste aanspreekpunt. Dat is altijd het begin. En verder, en dan? Hoe weet je wie je studieadviseur is? Ja, bij mij was het zo dat ik ook een mentor had. Dat was bij mij in het eerste jaar. Iemand was gewoon een docent. En die gaf mij dan wel aan. Had een gesprekje ook een keertje. En via hem wist ik dus wie de studieadviseur was. Oké. Ja. En ik weet ook dat tijdens de introductieweek van mijn studievereniging uitging dat ook. Dat ze dan ook een sessie hadden met wat docenten. Zodat je al wist met wie jij in het collegezaal te maken ging krijgen. En met een studieadviseur. En daar mocht je dan ook mee spreken. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Want maakte gelijk al een stuk laagdrempeliger. Vooral toen ik biologie ging doen, weet ik nog dat ik het ook best wel eng vond om naar de universiteit te gaan, want ik was zelf, denk ik, 18. Ik moest heel veel dingen nog uitzoeken en de tweede keer werd het natuurlijk al wat makkelijker, want het was niet helemaal nieuw meer. Ik werd echt meegenomen in wat een universiteit is en dat heeft mij toen geholpen. Ik wist gelijk wie de studieadviseur was en bij wie je terecht kon. Juist doordat het zo laagdrempelig benoemd werd. Dus dat vond ik heel fijn toen. Ja, nou mooi. En hoe wist jij wie je studieadviseur was? Nou, moet ik heel even denken, want dat is dus wel al een tijdje geleden. Maar volgens mij heb ik in mijn eerste jaar, mijn studieadviseur was heel erg persoonlijk en die was echt met iedere student op een persoonlijk level involved of gewoon betrokken bij het hele proces. Dus als ik me niet vergis, had zij in het allereerste jaar, bachelorjaar, met iedereen een gesprekje ingepland. Ja. En ze mailde ook gewoon geregeld naar dan de hele bachelor van, nou, dit is wat aan de hand is. En als iemand bijvoorbeeld wil praten, dan laat het vooral weten. Dus zij ging daar zelf ook best wel achteraan. Maar je moet dan natuurlijk zelf wel weer reageren en daar zelf op ingaan. Maar ja, zodoende kwam ik al vrij snel met haar in gesprek. Hey, en voelde je je dan niet gecontroleerd als die studieadviseur zo contact met je opnam? Nee? Nee, ja, totaal niet bij haar. Het was echt gewoon alsof je er goed kende, gewoon ook persoonlijk. Dus eigenlijk iedereen die ik ken was ook heel tevreden altijd over haar. En als je gewoon ergens mee zat, bijvoorbeeld vriendinnen van mij zaten wel eens ergens mee. En dan gingen ze naar de studieadviseur en dan kwamen ze terug. En dan hadden ze helemaal het idee dat alles was weer op orde en alles was weer goed. Dus, zij regelde dat altijd voor, met jou. En ze, als je bijvoorbeeld een vriendin van mij had een keer dat ze niet wist
welke vakken ze moest volgen. Nou, de studieadviseur ging even met haar zitten en het was goed. Dus ja, nee, het is altijd. Ja, heb ik zelf ook gehad hoor. Want de studieadviseur, ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Het is eigenlijk maar een klein dingetje als je dan terugkijkt. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, en dan moet ik deze vakken doen. En toen kreeg ik bijvoorbeeld een operatie. Ik dacht van, ja, maar hoe kan ik dat dan gaan doen? Dat was in mijn eerste jaar. En ik dacht van, ja, hoe moet ik dat nou aanpakken? En het was een gesprek van 5 minuutjes of zo. En ik ging met een glimlach weer naar buiten. Ja. En toen was het allemaal weer goed. Ja, ja, en wat jullie nu vertellen, dat is eigenlijk ook een beetje het voordeel van dat je niet echt gecontroleerd wordt op het HBO en de universiteit. Hè? Als je er een zootje van maakt, als je nooit naar de colleges gaat, noem maar op. Is niemand die je dan aan de oren trekt of zo. Je hebt echt eigen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En dat betekent ook dat als je op gesprek bent bij een van de hulpverleners, dat het echt de bedoeling is dat je ja, dat je verder geholpen wordt, ja, dat je op je donder krijgt. Dat, ja. Nee. Nee, dat klopt. Dat gevoel heb ik gelukkig ook nooit gehad. Nee. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Nee, ze helpen wel echt altijd hoe je schema's maakt of zo. Dat is heel fijn. Ja, nou ja, dat is dus ook een verschil met de middelbare school. Op de middelbare school kreeg je dan, had je magister of een ander systeem, waarin jij zelf, maar ook je ouders konden kijken of je op school kwam, welke punten je haalde. Mm-hmm. Je kreeg natuurlijk regelmatig rapport, moest je later ondertekenen. Dat is er natuurlijk allemaal niet meer op de hogeschool of de universiteit. Je wordt niet nauwlettend in de gaten gehouden. Dat kan lastig zijn, want het betekent dat je dus zelf echt op tijd moet zeggen van ik heb nu echt eventjes een duwtje in de rug nodig. Maar het kan ook fijn zijn, want je krijgt ook niet, je krijgt geen straf of zo. Dat, Nee. Nog nooit hoeven nablijven. Nee. Nablijven. Nee. Dat niet, nee. Ouders krijgen trouwens ook geen bericht als studenten nooit op school komen, nooit een tentamen maken, geen studiepunten halen. Dat is allemaal privacy. Dat ook als student minderjarig is, dat is echt, dat is tussen de hogeschool en de student. Je hebt net al iets verteld over die PowerPoint, dat je dat lastig vond om te lezen en dat je daar hulp bij had. Maar nou ja, je hebt uiteindelijk dan een dubbele universitaire master gedaan. Wauw, denk ik dan. Dus echt, echt geweldig hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Maar hoe was het dan? Hoe heb je dat nou gedaan? Want het is voor iemand met geen enkele belemmering al heel moeilijk om dat te doen. Ik denk, ik vond het gewoon heel leuk. Ja, ik vind studeren zelf gewoon heel leuk. Dus dan maakt dat het natuurlijk al wat makkelijker om door te studeren. En meer dan, want ik bedoel, één master is echt al meer dan genoeg. Maar ik vond het gewoon, allebei de masters die er waren, vond ik gewoon zo leuk dat ik niet kon kiezen welke ik dan wilde doen. Dus dat maakt het ook wel lastiger. Maar er waren gewoon veel mensen en mijn ouders en vrienden en familie en noem maar op, die je altijd willen helpen als er iets is of als ik ergens super druk mee had of een verslag dat even moest worden nagekeken, dan kon er altijd wel eventjes iemand kijken en zo. Ook je thesis, ja, dat is een heel proces en dat is super lang en ook echt wel lastig. Maar ik had altijd wel mensen die even zeiden van, oh, zou ik even je inleiding nalezen of iets in die trant. En dan voelt het ook van, nou, er zijn mensen die me helpen en het gaat allemaal goed. Dus ja, dan, ja, mooi. Dan loopt het gewoon zo door. Ja, nou, en bij jou ging dat eigenlijk ook zo, Stijn. Je schreef van, je hebt aan mij geschreven van, ik heb een vakkenpakket samengesteld met hulp en echt op maat gemaakt. En nu heb ik er lol in. Ja, ik heb nog wel eens ouders die zeggen, ja, maar Stijn, wil je wel zoveel hooi op je vork nemen? Ja. Dat vind ik wel altijd. Nou, dat snap ik wel, ja, hoor, ja. Dat gezegd wordt. Ja. Ja, maar ik heb wel gemerkt dat ik gewoon niet geprikkeld ben als ik als ik minder doe. Ja. Dan word ik een beetje lui en dan. Ja, maar dat snap ik heel goed. Ja. En dat heeft ook eigenlijk met de volgende dia te maken. Oké. Je ziet nu op het scherm de 5 keuzevragen van professor Marinka Kuipers. Dat zijn echt, ja, dat zijn de heilige vragen in de studiekeuze en in het studeren. Maar ik denk eigenlijk in het hele leven, hoor, dat het ontzettend belangrijk is dat je van jezelf goed weet, mm-hmm, wie ben ik,
wat kan ik, waar wil ik naartoe groeien. Ja. En dan maakt het niet uit of je een dubbele bachelor of een dubbele master doet. Als het iets is waar je echt naartoe wil groeien, waar je, voor wie je zijn wil, dat bedoel ik niet zozeer beroep. Wij weten geen van allen wat voor beroep we hebben over 5 jaar. Maar we weten wel wie we zijn willen. Jij weet dat je met mensen wil werken. Maar dat is wel lastig om achter te komen, vind ik. Stijn, laat me je dit verklappen. Dat blijft je hele leven zo. Okay. Ja. Nee, dat is fijn, dan weet ik dat. Dan kan ik weer verder, ja. Ik daar niet meer over na te denken. Maar weet je, de wereld is natuurlijk prachtig, hè? Met al die keuzemogelijkheden die we hebben en alle kanten die je op kunt. En ja, maar ik vond het wel erg veel. Ja, maar dat is toch prachtig? Ja, dat is ook alweer zo. Ja. En jij zegt nou van, nou, ik heb een half jaar de tijd genomen om erover na te denken. Dat vind ik heel goed. Mm-hmm. Misschien moet je dat nog wel een keer in je leven doen. Misschien moet iedereen dat wel een keer doen. Ja. Dat je gewoon eventjes uit de voortrazende trein stapt om even na te denken wat je werkelijk wil. Ik hoorde trouwens vandaag op het nieuws dat een van de positieve dingen van corona de jonge mensen zeggen, is dat ze zeggen van, nou, ik heb ook wat minder druk. Ik heb ook wat meer tijd om over mezelf na te denken, gewoon omdat er minder kan. Nou, daar kan ik ook wel iets bij voorstellen. De belangrijkste vraag van die 5 keuzevragen van Marinka Kuipers heb ik hier geel gemaakt. En die is, wie kan me helpen? En geloof het of niet, maar zelfs mensen op mijn leeftijd vinden het af en toe nog heel moeilijk om dat te bedenken. Wie kan mij nou helpen hierbij? Terwijl we zijn kuddedieren, we kunnen zo weinig alleen. Maar hulp zoeken is echt krachtig en nodig om een dubbele bachelor of een dubbele master te kunnen doen, ondanks alle lastige dingen die je onderweg tegengekomen bent. Ja. Soms zijn er ook wat serieuzere dingen aan de hand. En dan is het belangrijk om naar de studentendecaan te gaan. De studentendecaan kun je vinden op de site van je hogeschool of je universiteit. Ook de studentendecanen zeggen altijd tegen mij, als er speciale dingen zijn, laat het ons weten voordat de studie begint. Want dan kunnen we al, als er functiebeperkingen zijn, regelingen treffen dat er speciale voorzieningen voor studenten komen. Jouw computerprogramma is er een voorbeeld van, maar er zijn natuurlijk een heleboel faciliteiten die studenten, decanen kunnen regelen. Er zijn ook trainingen, studievaardigheid, waar een studenten, decaan in kan bemiddelen. Er zijn trainingen om beter te leren schrijven. Jullie hadden het allebei al over, academisch schrijven is moeilijk hoor. En op het hbo moet je ook echt goede scripties kunnen schrijven. Studenten, decaan kan je helpen als je het nou moeilijk vindt om zo'n scriptie te schrijven. Waar je terecht kunt om dat te leren. Dat leer je op de middelbare school niet. Het is gewoon echt heel anders. En daar hebben heel veel studenten extra ondersteuning bij nodig. Maar ook als er iets niet goed gaat als er een klacht is tegen de universiteit of de hogeschool, dan is ook de studentendecaan het eerste aanspreekpunt. Belangrijk dat je als ouder ook weet wat het werk van de studentendecaan inhoudt. En wie de studentendecaan is op de school of de universiteit waar je kind naartoe gaat. Dat als er iets is, dat je kind er ook op kunt wijzen van die persoon is er. Mail hem, bel hem en daarvoor kun je terecht. Op iedere hogeschool en universiteit is ook een studentenpsycholoog. En dat is belangrijk. Studeren is stressvol tegenwoordig. Een student moet echt 40 uur werken in de week. En heel vaak wordt er toch veel zelfdiscipline gevraagd van studenten. Het is echt een hele beroerde tijd voor studenten met dat corona gebeuren. En er gebeurt natuurlijk in het leven van studenten gebeurt er ook van alles. Soms zijn dat studiegerelateerde dingen, maar dat kunnen ook hele persoonlijke dingen zijn. Zoals mantelzorg of rouw of spanning of verslaving. Een studentenpsycholoog kan een eerste aanzet geven tot hulp. Dus die heeft ook allerlei programma's tot zijn of haar beschikking. En een studentenpsycholoog kan ook doorverwijzen. Ook belangrijk om te weten. Er zijn nog veel meer hulptroepen hoor, op het hbo of de universiteit, dat verschilt. Wat je ook nog wel eens ziet is dat er een studentenarts is die dan bijvoorbeeld kan helpen bij een diagnosestelling voor RSI bijvoorbeeld.
Er zijn natuurlijk ook sites waar je dit allemaal op kunt zoeken. En ik wil wel een beetje reclame maken voor de site Hoger Onderwijs Toegankelijk. Het is een vrij nieuwe site, die kennen nog niet veel mensen. En daar staan heel handige knoppen in, waarin je dus in kunt toetsen van dit heb ik. Bijvoorbeeld ik heb RSI of dyslexie of wat er dan ook is. En dan vervolgens welke voorzieningen en regelingen er zijn en waar je dat allemaal kunt vinden. Ja, dat vind ik gewoon echt heel handig. Zo te zien kenden jullie die site allebei niet, hè? Nee, dus nee. Die is ook echt nog niet zo bekend, hoor. Maar echt iets om voor studiekiezers, ja. Om eens... Want er zijn echt heel veel studenten met een belemmering of een beperking of een ietsje of een ditje of een datje. Dus zeker handig. Er is nog een site, die gaat ook nog meer over diversiteit. Ook nog iets waar je iets aan kunt hebben. En dan een vraag weer aan jullie. Hebben jullie gekeken naar de kwaliteit van ondersteuning toen je bezig was met studiekeuze? En dan bedoel je de ondersteuning vanuit de studie? Nou, wat ik er straks al aangaf, van studiekiezers denken goed na over wat wil ik studeren. Ja. Maar heb je toen ook gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning? Nee, ik niet. En jij? Nee, ik ook echt totaal niet. Nee. Jullie keken zelfs een beetje verbaasd bij de vraag. Ja. Ja. Maar het is heel gebruikelijk dat jullie daar niet naar kijken, hoor. En dit is dan ook weer een tip aan ouders. Ouders vragen mij nou wel eens, wat kan ik nou doen als mijn kind studiekiezer is om ze te helpen? Nou, dan zou ik zeggen dit. Want jonge mensen kijken echt maar zelden naar de kwaliteit van een opleiding of de kwaliteit van een instelling. Maar waar moet je ook naar kijken? Nou ja, dat ga ik nu vertellen. Okay, ja. Want dat is dus iets wat je op de middelbare school niet heel duidelijk meekrijgt. En dat vind ik wel iets wat belangrijk is om op te letten voor ouders, hè. Ook als je kind helemaal geen belemmering heeft of zo, hoor. Maar weten dat je kind naar een kwalitatief goede universiteit of hogeschool gaat. Ja, dat... Ik heb dat trouwens wel gezien. Want volgens mij toen ik een studiekeuze 1, 2, 3 test deed, dan staat er een cijfer achter de opleiding. Ja. En bedrijf en consumentenwezen. Ja, gedaan. Die stond bovenaan, ja. Ja. Nou, toen dacht daar gaan ik, we het zo nog wat meer over hebben. Oh, ja. Ook weer iets, hè. Als jonge mensen aan de studie beginnen, mijn kinderen ook net zo goed, hoor. Dan gaan ze ervan uit, ik ga naar het hbo, duurt 4 jaar. Over 4 jaar kan ik lekker werken, want dan heb ik mijn diploma op zak, toch? Ja. Zo denken jonge mensen. Maar dat is niet zo. Eigenlijk is het zo, als je berekeningen gaan eigenlijk uit van de nominale duur, dus de 4 jaar, plus een jaar, hè, een jaar vertraging, wordt eigenlijk vrij normaal gevonden. Dan heeft maar de helft van de studenten het hbo-diploma. Dus de helft van de hbo'ers haalt het binnen redelijke tijd. De andere helft heeft meer dan een jaar studievertraging, of verlaat het hbo zonder diploma, maar met een studieschuld. Dus beginnen aan een opleiding betekent echt lang niet altijd dat je hem afmaakt. Voor de universiteit zijn de cijfers wat gunstiger, maar ook voor de universiteit geldt dat zo. Dus dat is ook een tip die ik aan ouders geef. Zoek op welk percentage studenten de opleiding succesvol afrondt. Want er zijn grote verschillen in Nederland. Ik vind dat dat niet zou moeten mogen, hoor. Maar er zijn echt hbo-opleidingen en universitaire opleidingen waar heel erg veel mensen lang studievertraging hebben of het niet afmaken. Waar de studeerbaarheid, zo heet dat, dan toch wat minder goed geregeld is. Vergelijk opleidingen. Doe je kind een plezier mee. Ze zullen niet altijd naar je luisteren. Mijn kinderen hebben natuurlijk ook lang niet altijd naar mij geluisterd. Nee, echt niet, hoor. Maar dan heb je als ouder in ieder geval wel het signaal gegeven. En dat vind ik wel een belangrijke ouderlijke taak. Is natuurlijk nog veel meer belangrijk, behalve wat je gaat studeren. Het is ook heel belangrijk dat je vooral natuurlijk iets kiest wat in alle opzichten bij je past. Dat de kwaliteit van de docenten goed is, dat je past bij de sfeer, bij de medestudenten, dat je je goed kunt vinden bij de onderwijsfilosofie. Noem maar op. Allemaal dingen die belangrijk zijn naast wat ga ik studeren. En Siri, jij noemde net al studiekeuze 1, 2, 3. Hier staat
een printscreen van studiekeuze 1, 2, 3. Supergoeie site hoor. Die is gemaakt door het ministerie. En wat je bijvoorbeeld kunt doen, is een thema invullen. Als jij had ingevuld, Stijn, ik wil iets met gezondheid, dan had je 196 opleidingen gezien. Ja. En niet alleen dokter worden. Nee, dat klopt. Maar ja, dat heb ik niet op die manier. Nee. Maar dat is logisch, hè? Ja. Alle mensen, nee, heel veel jongeren kijken niet verder dan dat. Dus of dit is weer een tip voor ouders. Help je kind als die dokter wil worden of psycholoog of fysiotherapeut of verpleegkundige. Al die voor de hand liggende beroepen. Hartstikke mooi, goede beroepen, maar kijk dan ook eens verder in dat thema van de keuze. Want er zit misschien wel iets bij wat eigenlijk veel beter past, maar waar de jongvolwassenen zelf nog niet opgekomen is. Ja, ik wist ook heel goed wat een dokter was. Maar heel veel beroepen van mensen. Ja, tuurlijk. Dat ik hoor, denk van ja, ik weet toch niet wat het is, dus waarom zou ik er dan naar gaan kijken? Ja, tuurlijk. En nu denk ik er anders over. Maar, nu, ja. Ja, gemiddeld kent een studiekiezer 20, 30 beroepen. Ja. En er zijn er 20, 30.000. Dus dan, ja, dan hoef ik eigenlijk al niks meer te vertellen, toch? Jij noemde net van ja, en dan kreeg je zo'n feitje of cijfertje bij studiekeuze 1, 2, 3. Ja. Nou, dat is het volgende printscreen. Als je doorbladert na de studieomschrijving, dan kun je dat zien. En dan zie je dus bijvoorbeeld hoeveel studenten er instromen. En dan zie je of je in een grote groep of in een kleine groep functioneert. Kun je zelf natuurlijk bedenken wat je prettiger vindt, wat beter bij jou past. Hoeveel contacttijd je hebt, dus hoeveel lessen je krijgt in de week. Ik gaf er straks al aan, iedere student moet 40 uur werken. Maar sommige scholen geven 12 uur les in de week. Dat betekent dus 28 uur huiswerk. Andere scholen geven 28 uur les in de week. Dat betekent dus 12 uur huiswerk. Wat past bij je? Ja, ik vind het heel fijn dat ik veel vrijheid heb nu. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Laat ik mezelf inplannen. Dat past bij jou. Dat past bij mij, ja. Ja. Kijk naar de studententevredenheid. Middelbare scholieren kennen misschien 10 studenten, maar aan alle studenten in Nederland wordt gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun opleiding. Dat kun je dus ook vinden op studiekeuze 1, 2, 3. Hier weer een printscreen. Kijk daar alsjeblieft naar. Want als veel studenten tevreden zijn, nou dan zal het wel een goede opleiding zijn. En vind jij die opleiding toevallig ook nog leuk? Nou, dan ben je spekkoper. Dan heb je echt mazzel aan alle kanten. Maar zie je dat er veel ontevreden studenten zijn, nou dan moet je maar kritisch zijn op een open dag. Hoe snel studeren de studenten af? Dit zijn geen cijfers van de opleiding zelf. Dit zijn cijfers van het ministerie van Onderwijs. Dus dat kun je gewoon opzoeken. Hè? En als je een auto koopt, dan kijk je ook naar de technische specificaties. Nou ja, ik niet, want ik heb er geen verstand van. Maar bij wijze van spreken dan. Hè. Kijk, als je veel geld uit gaat geven, dan lees je reviews. En dan kijk je naar technische details, toch? En ik vind dat je dat voor een studie ook moet doen. Gewoon kijken naar de achtergronden, de feiten en de cijfers. Dat is gewoon verstandig. En dat allemaal samen heet studiebijsluiter. Dit heb ik ook weer geel gemaakt. Ik stuur die link op, deze presentatie stuur ik op. Kijk alsjeblieft achter die link hoe je die studiebijsluiter kunt vinden. Want het is echt belangrijk, echt heel belangrijk om daar goed naar te kijken. Keuzegids, daar hebben veel mensen van gehoord. Dat is iets, een boekje, soms digitaal, is op school aanwezig. En hierin staat ook de kwaliteit van de opleidingen en de hogescholen en de universiteiten van Nederland omschreven. Ik ben daar zelf een soort samenvatting aan maken, wat de beste opleidingen in Nederland zijn per interessegebied. Dat is een hele klus. Ik heb het 2 jaar geleden voor het laatst gedaan. Ik ben nu bezig met de updates en ik haal die dingen uit de keuzegids. Klus hoor. Ja, lijkt me ook wel. Ja, maar wel nuttig. Want de ene opleiding is de andere niet. Er zijn echt wel kwaliteitsverschillen. Hoe gaat het nu met je, Stijn? En heb je nog tips voor ouders? Nou, ik ben hier nog steeds. En het gaat eigenlijk hartstikke goed bij mij. Ik heb eindelijk dat ik denk van, ik vind het leuk met waar ik mee bezig ben. En ik heb ook niet meer die druk voor mezelf. Want nee, ik ook aangaf niet? Van, studeren hoeft ook niet per se in 4 jaar. Ja. Ik weet dat mijn ouders het ook wel fijn zouden vinden als ik het wel doe. Ja, maar ja, als ik alles erbij wil doen, dan wordt het hem gewoon niet. Nee. En ik vind het ook net zo belangrijk om mezelf bijvoorbeeld via een bijbaantje of vrijwilligerswerk ook te ontwikkelen.
Dus ik zit goed op mijn plek. Ja, ik heb het gevoel dat ik eindelijk wel weet waar ik mee bezig ben. Ja, dat heeft wel fijn. Te maken ook met die hulp die ik heb gehad. Want zonder dat had ik daar denk ik wel wat meer over nagedacht, et cetera. Nou ja, ik kan me ook voorstellen, als je objectief naar jouw studieverloop kijkt, dan is de eerste studie mislukt eigenlijk. Ja, dat maar klopt. Je hebt ervan geleerd en dan is het helemaal niet mislukt. Ik weet nou wel welke dingen van die studie ik wel leuk vind. Ja. Die heb ik dus via psychologie er nog bij. Ja. Dus op die manier heb ik de keuze zo bij elkaar ingelegd. Ja. 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 Nou, via teleurstellingen het rechte pad gevonden. Ja, helemaal goed. Leer je ervan, zeg ik altijd maar. Ja. Nou ja, dat heb je ook gedaan. Dat is knap. Netjes. Heb jij nog iets toe te voegen? Nou, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je gaat studeren wat je leuk vindt. En dat motiveert je en dat brengt je verder uiteindelijk. En ja, zelf ben ik ook vaak naar open dagen gegaan. En dat zou ik ook zeker aanraden van doe dat. En dan zie je hoe de universiteit is. En je merkt toch wel of de atmosfeer, gewoon de sfeer denk ik. En ja, hoe het er is, of dat bij je past, ja of nee. Dus dat heeft mij in ieder geval zeker geholpen. Ja, nou ja, en als ik jou zo stralend zie zitten, zou ik er nog aan toe willen voegen. Is er iets waardoor je denkt van nou, misschien gaat het lastiger bij mij. Laat je niet uit het veld slaan, want met zeker motivatie niet. En ondersteuning zoeken, kom je er. Komt altijd goed, ja, zeker. Nou, dan wil ik dit stukje over studeren en studiekeuze eigenlijk afronden. Ik had voorbereid nog iets over geldzaken te vertellen, dat is belangrijk. Maar u en ik hebben vandaag op het nieuws gehoord dat het leenstelsel op de schop gaat. Dat gaat verdwijnen. Het is nog niet helder wanneer. Mogelijk pas over 2 jaar. Maar ik kan nu niet goed zeggen hoe de financiële toekomst van jullie, of in ieder geval van jou Stijn en van de aanstaande studenten eruit ziet. Dus ik wil daar, wil u weten hoe het nu is? Kijk dan naar het webinar zoals dat genoemd is bij punt 10. Maar 16 maart geef ik opnieuw een groter webinar over geldzaken. En dan weet ik in ieder geval wat de financiële toekomst is voor studenten. En volgende maand bij het webinar zal ik ook al wat dingen weten. En ik communiceer dat ook via de Facebookgroep voor ouders. Studenten hebben in ieder geval inkomen. Ja, je hebt al een paar keer gehad over je bijbaan, Stijn. Maar natuurlijk is de studiefinanciering een grote brok daarvan. Voor studenten die een beperking of een belemmering hebben, is er ook een belangrijke toeslag. En die wordt gegeven door de gemeente. Dat weten niet veel studenten. Maar als je door een belemmering geen bijbaan kunt hebben, dan kun je een toelage vragen of een toeslag vragen bij de gemeente. Ik ken een meisje hier in Wageningen, die heeft chronische last van vermoeidheid. Die heeft die toeslag gevraagd bij de gemeente. Die heeft ze ook gekregen, €400 per maand. Omdat ze, ja, is veel hè? Dat is heel omdat ze geen bijbaan kan hebben. Dus heb je een fysieke of een psychische belemmering, praat erover op de gemeente. Niet alle gemeentes kennen deze regeling. Ik heb ook wel eens een keer een vader aan de telefoon gehad die zei van ja, bij mijn gemeente kennen ze die regeling helemaal niet. Nou, dan heb ik hem al die deze link opgestuurd, want die is er natuurlijk wel. De gemeente Wageningen is heel royaal. Er zijn ook gemeentes die €60 per maand geven. Maar ja, het is wel gratis geld hè? En de universiteit en de hogeschool heeft ook nog een speciale regeling. Als er iets is met rouw of een belemmering of mantelzorg, dan is er nog het profileringsfonds, waardoor je geld kunt krijgen om wat langer over je studie te kunnen doen. En dat weet de studentendecaan. Dus dat zijn twee belangrijke dingen die ik wel graag mee wil geven. De gemeente kan soms dingen doen en de universiteit en de hogeschool kunnen soms dingen doen. De studentendecaan weet hier alles van. Studiefinanciering, ik zou zeggen, lees het eventjes door, staat hier ook een link in. Maar dat is de studiefinanciering zoals die nu is. En dit gaat zeker veranderen. Ik hou het bij op de Facebookgroep voor ouders, maar het staat natuurlijk ook in de kranten. Dat is nu snel verleden tijd. Het is nog niet duidelijk hoe lang deze financiering nog blijft en ook niet of jij gecompenseerd wordt, Stijn, voor de studieschuld die je opgebouwd hebt. Dat zou ik wel terecht vinden. Zou leuk zijn ook. Ja, ja. Maar dat is nog niet bekend. Nee. Maar daar kom ik nog op terug.
Ouders hebben geen verplichting om bij te dragen aan de studie van hun kind. Maar de Rijksoverheid vindt het wel redelijk als ouders zo'n €400 bij kunnen dragen. Kun je dat als ouder niet ophoesten, dan is er de aanvullende beurs. En ik adviseer om die aanvullende beurs echt, zolang die nog bestaat, altijd aan te vragen. Ook dat is gratis geld. De enige verplichting die je hebt bij een aanvullende beurs is dat je binnen 10 jaar afstudeert. Zijn er vragen over studiekeuze of studeren of het webinar wat we nu gedaan hebben of studiefinanciering of maakt niet uit. Het is mijn baan dat u mij kunt benaderen, dat jullie mij kunnen benaderen, bellen, mailen, kan allemaal. Ik hoop dat jullie ook eens kijken op het blog, er staat veel informatie. De Facebookgroep voor ouders, daar wisselen ouders ook veel dingen in uit. Ja, en dan mag ik iedere maand een webinar geven. Het volgende webinar is in januari. Dan gaan er veel studenten twijfelen over hun studiekeuze. Ze twijfelen of ze door moeten gaan of dat ze toch moeten stoppen. En ook dan zijn er weer 2 studenten, net als jullie, die hun persoonlijke ervaringen willen delen. En ik hoop dat er dan weer mensen zijn die nu gekeken hebben, die dan ook willen kijken. Ik ga het nu bijna afronden, maar niet zonder jullie op de eerste plaats hartelijk te bedanken voor jullie openhartigheid. Maar zijn er nog dingen waar we het niet over gehad hebben die jullie nog wel graag willen delen? Niet waar ik nu zo snel even op kom. Nee, ja. Je bent heel duidelijk in je hele... Ja, maar jij ook hoor. Dus ja, ik denk dat je helemaal compleet bent en... Dat je niet per se iets mist, eigenlijk. Heb jij nog iets toe te voegen, Stijn? Niet echt. Ik vroeg me net wel of ik ook hoe ik achter mijn kwaliteiten zo ben gekomen, volgens mij. Als ik erop ingaan, dacht ik. Maar als tip, of als zeg maar, als zou ik geven dat je ook vooral in je naaste omgeving gaat spreken. Dat is dan meer voor de kinderen, voor de leerlingen en studenten. Ja. Want daar heb ik heel veel uit gehad. En dat kan dan zowel je ouder zijn of een voetbaltrainer. Ja. Die bijvoorbeeld bij voetbal hele goede dingen van je ziet. En dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Want die kent kwaliteiten die je zelf misschien niet ziet. Ja, nou, over dit onderwerp hebben we een webinar gehad in november. Mm-hmm. En dat heet Je Interesses Ontdekken. En dat staat ook op YouTube. Okay. Dus als mensen dat nou willen weten hoe je dat nou doet, ook met concrete vragen die je kunt stellen aan je omgeving. Mm-hmm. En je kunt het niet vinden, dan mail mij of bel mij, dan stuur ik links op. Maar het is wel heel terecht dat je dat nog opmerkt. Nou, ik vond het echt heel leuk om met jullie te praten vond het ook vanavond. Leuk. En mensen thuis, misschien tot ziens. En anders dan nog een fijne avond verder. Bedankt.